Yo mensen, leuk dat je kijkt naar onze allereerste review en vandaag ga ik het met jullie hebben over de Logitech C270. De Logitech C270 is een webcam die je voor allerlei dingen kunt gebruiken. Onder andere Skype en, zoals in ons geval, video's. Om snel even over de prijs te beginnen, deze ligt rond de 26 en 27 euro. Wat dus best wel meevalt. Maar de prijs zegt niet altijd iets, want je krijgt er best wel veel voor terug. Het design is simpel, maar toch wel handig in elkaar gezet, aangezien er een magneetje in zit die ervoor zorgt dat het goed aan je beeldscherm blijft vastzitten. Er zit gewoon een USB 2.0 aansluiting aan, waardoor jij hem kan aansluiten aan je PC. Er zit ook een ingebouwde microfoon in, voor als je bijvoorbeeld geen headset of microfoon hebt. Zoals ik al zei, de kwaliteit is voor de prijs zeer goed, namelijk 720p, wat gewoon HD is. Ook bevat het gezichtsherkenning, waardoor hij jouw gezicht herkent en daar dan ook op scherp stelt. Kortom, het is een prima webcam voor de prijs en voor iedereen. De pluspunten: hij is zeer goedkoop, bevat een ingebouwde microfoon, is aansluitbaar via de USB en is makkelijk klembaar. Minpunten: hij stelt niet altijd even goed scherp. Soms hapert het beeld wel eens of loopt hij voor een seconde of twee vast. En de ingebouwde microfoon is nou ook weer niet van zulke goede kwaliteit. Maar voor de prijs dus gewoon een prima webcam. Wij geven dit een 4 uit 5. Vond jij deze review nou handig en leuk? Laat dan even een duimpje omhoog achter en laat dan een reactie weten wat wij de volgende keer zouden moeten gaan reviewen. En abonneer voor meer van dit soort dingen. En dan zie ik jullie de volgende keer weer.